Yo mensen, tof dat jullie kijken naar een nieuwe video van Carfishing Instructions. Ik heb hier de bolie nou en de bolie. De bolie nou, die steek ik. Ga ik jullie nu laten zien? Vandaag ben ik met Daniel, kanaal van Judge Carp. En vandaag gaan we. Kart vervangen. Ja. En dan gaan we nog even wat dingen bespreken. We hebben er al twee verspeeld. Ja. Ja. Alle twee lijnbreuk liggen hier op stapels. Dus. Ja, maar we gaan er wel eentje vangen. Dus. Tuurlijk. Goed. Ja, dus ga lekker achter zitten en pak een zak chips. Zak chips, ja. En dan kijk lekker naar de video. Ja, veel kijkplezier. En jij dan? Ga straks nog even geld halen. Want als je een zak doet bijvoorbeeld voor twee personen frieten, bij grootpraat heb je gigantisch veel. Ik heb heel veel van eten. Twee personen is al genoeg. Ja. Dat kost maar iets van €2,50. Nee, maar je drinkt de schepping. Even de stront hier. Wacht, moet ik de tafel voor mij nemen? Nee, we gaan naar die tafel toe. Ah ja, dat kan ook. Dat is handig, hè? Zo, dat is mooi, hè? We hebben er eentje gevangen. Eindelijk. Mooi visje. Moet je maar grap maken, man. Is het een emmertje? Misschien moet je even kijken. Die mist is een beetje raar. Ja, een stukje. Waar is deze koffer? Ja, die heb ik op chip gepakt. Kijk eens, mooi karpetje, jongen. Kun je het goed zien, Maarten? Ja hoor. Nee, er zit niks. Mooi ding, jongen. Ja. Mooi karpen. Zo, hij ging heel hard verloren. Ja. Hé, hey, daar liggen ook nog. Nog één! Ja, en de sleutel ook. Tweede vis van de sessie, mooi schupje. Dat was weer een keiharde run en heel mooi visje. We gaan hem even wegen, dan zetten we hem weer terug. Nee, dan gaan we hem even bewaren. Dan gaan we zo'n mooie onderwaterbeelden maken. Hoe moeilijk is het? 3, 2, 1. 7, ja, rond de 7 kilometer. Even scherp staan hoor. Hij is 8. Nu is hij beter. Wat gebeurt er nou? Een schrip, jongen. Wat dit? Nou kijk, wij denken leuk te zijn en we gaan Corné pranken. Dus wij zaten bij die pieper, zaten we aan het touwtje te trekken. Wat denk je, loopt die hengel af? Hier. Ik ga wel even... Oh, het gaat al. Het gaat al goed. Oké, maar hop. Ja, hij komt. Zag je zo. Hij zit al helemaal achter die brug daar, joh. Voel je dat hij ergens achter blijft hangen? Nee. Nou, daar komt hij. Geniaal, mensen. En het regent nog ook. Ja, hey, we hebben even een stil momentje. Het onweer niet meer, even. Het regent niet meer. Hey, sla strak houden. Ik spelen nog, dat is ook helemaal niet de bedoeling. Wel recht houden. Prachtig. Ja, hè? Ja. Vervelend. Ik vind lange hengels vervelend. Maar ja, het is mijn... Ik heb liever wat kortere. Nou. Dit is een schub. Ik zie hem zwemmen. Gast, hij moet over de lijn heen. Nee, dat geeft niet. Nee, gewoon onderhouden.
Kijk, hij komt al. Nee, ik kijk al die lijn. Ja, gewoon, dat geeft niet. Maar hij moet er bovenlangs zijn nu. Ja, ik zie het. Ja, hij moet er bovenlangs, oké. Oh, dan kan je wel een beetje hier gaan drillen. Dat is goed. Ik zie die vis dan zwemmen dan. En wij zien de vis zwemmen, jullie denken niet. Mooie vis. Oh, daar gaat hij weer. Nou, een beetje van die hengel vandaan daar. Oh joh, hij is helemaal daar ook. Het is... Dat is mooi. We gaan straks onderwaterbeelden maken, maar... Gast, ik haal de onderwatercamera. Yes. Waar ligt die? Gewoon daar op de kist. Oké. Oké, we gaan even snel de onderwatercamera halen. We gaan filmen dat we hem scheppen. Nog een stukje van de drill filmen natuurlijk. Even kijken. Oh, hier is die. Top. Hier hebben we hem. Oké, we hebben de derde vis nu. 3 verspeeld, 3 gevangen. Netjes toch? Het gaat nu weer regenen en waaien. Dus ik denk dat zo meteen de storm weer verder gaat. Wat een avontuur. En zo. Hier is die dan. Mooi vis. Dus die gaat in de onderhoek. Perfect. Ja, nee, moet je even met deze een foto maken. Volgens mij, jongens, gaat het weer regenen. Ja, we gaan nu de vis terugzetten. Ja, doen jullie maar die eerste wel even. Ja, doe eens die. Eerst deze. Hier zit hem nog, ik ook. Ik zie hem ook. Nou, bedankt voor het kijken. Ja, bedankt voor het kijken. Ben ik kletsnat. Ja, want we stoppen een beetje vroeger, want ja, het is allemaal regen. Film die erachter. Film. Echt een mongel, jongen. Nou, later.